Amal ken misschien nog niet die naam Danny Ross nie. Maar gee hem een paar jaar of zelfs net een paar maanden en zijn naam is op Amalse lippe. Dan werd meer gaan uitvind oor die jong acteur. Nou, om deel te wees van die vermakelijkheidsbedrijf, laat jou voel alsof je deel is van iets opwindends. Maar, geloof het of niet, jy gaan het nie maak as jou vlammekie flauw brand nie. Nee, jy sal moet hard werken om daar te kom. I'm exactly where the system wants me to be. En Daniel Ross, oftewel Danny, lyk vir my honger. Hy is een bewys dat harde werk en uit te vermoe eindelijk die moeite werd. Jare se oefen en concentreer het gemaakt dat hy nou rolle losgeslaan het en van ons gunsteling plaaslike reekse. En vandaag praat ons oor die ops en die afs van sy loopbaan so ver. En ons doen het in een van sy gunsteling woonbuurte, Melville. Danny, ek en sy loop mekaar gewoonlik raak by odd jobs en so. Voel jy daarom als acteur of moet jy partij keer jouself nog knyp en sê, wow, wacht, wat gaat hier aan? Om eerlijk te wees, ek voel nou al soos een acteur. Ek voel al twee. As moments waar ek voel, joh, van waar vanaf ek kom en waar ek nou is. Mens is gauw om te sê, ek is trots op jou, good luck. Maar hulle weet die... Al die harde werk wat sy ingesit het om te kom wat sy vandag is. En ek is vandag, ek kan sê, ek is trots op myself. Jy is van die Woester af, right? Ja. Jy daar groot geword. Ja. Was jy een groot familie? Baie groot familie. Almal ken ons familie in Woester. Oké, is dit maar die Rosse? Nie die Rosse nie meer, my malese familie, die Skroeders. Oké. Dit doet jy nou die dag vir jou ouwers sê. Ek gaan nou een acte bo. Wat was al? Ek is blij, ek hou van die vraag. Dis een vraag wat ek likes om te antwoord. My ek het hier gesit in die kombuis. Stiefpa daar en my ma. Ek spraat oor wat gaat ek doen. En ek is nou matriek, ek moet nou besluit, gaan ek sorteer. En ek sê vir hulle toe, ek dink ek wil in die bedrijf gaan, ek wil acteur word. En vir hulle was het soos in... Is hy possible, he? Dis jou job, he? Dis jou job, he, want ons familie is groot, het was makkelijk om iemand uit te help en te, you know, te sê, gaan na die ene toe en daar. En ek is die enigste een wat dit doen, as niemand in ons familie wat dit doen. So, as niemand anders wat dit doen? Niemand anders, he. Congratulations. You got 8 out of 12. And I'm presuming you are here to talk to me about the last 4, specifically. Number 12. Let's cut the chase, kid. Danny het die land deur kruis om audities by te woon. Ook vir 3 jaar by sy sister in Durban gewoon. Maar die big break wou net nie kom nie. Hy het begin werk by winkels soos Edgar's en Truworths, maar die acteursvlam het bly brand. Nou, jy is onder die vaandel van Dorothy Ann Guldian, nie? Hoe was dit? Hoe was die ervaring? Wow, dit was soos sub A in acting. Ek meen, ek was daar al... Nie lang in die bedrijfie, maar het was so 2-3 jaar van my en met Klaas ek nou het ek die prijs gekry met Koos, met haar, met cursus met haar. En het was wauw, het gevoel ek ken niks. Jy het nou so gepraat van Klaas Act en so aan, dit was een reality show, realiteitsprogram. Wat het jy maak besluit om aan daan deel te neem? Iemand het van my gesê, hulle het dit op TV gesien. En so het ek gedink, oké, wanneer wat dit is en... meer mense begin praat toe oor, toe die audities opkom, toe dink ek, laat ek gaan kyk, uitdraai. En jy het toch al redelijk ver gekom, nie? Ja, ek was derde. Het dit ook vir jou daarom een opstoot in die bedrijf ingegaan? Baie. Dit het my naam daar gesit, dit het my naam bykie uitgebring. En hoe het Binnenlanders aan toe gekom? Binnenlanders was dit laas jaar. Was dit? Ja, Klaasik, na Klaasik was het stil, ek was terug huis toe. Maar jy het redelijk baie stemwerk gedoen, nie? Bykie van dit, nie baie nie. Maar al, ek doen maar, so weet, so moet alles doen in die industrie. So moet hier bykie doen en daar bykie doen, so ja. Ons moet vir jou een permanent tafel hier boek. Lekker om jou ook te sê. Met die tips wat jy los, the pleasure is all mine. Dis omdat die dien so goed is. Dankie. Alright, jy het nou redelijk, ek gaan nou nie sê kort loop aan nie, maar tot dusver. Wat is vir jou al een hoogtepunt? Ek denk die hoogtepunt vir my was die jaar toe al twee die programma waar ek in is. Op TV is. Oké, dit was wat? Dit was Binnenlanders en Swartwater. Ja. Het jy gunsteling rol wat jy graag speel of wil speel? Ek wil graag alles speel.
Ik zei altijd, ik wil zo great wees als Al Pacino, maar zo versatile als Johnny Depp is. Oh, okay, ja. Maar als dat droomrol is, wil ik een mafia spelen. Want hij mafia? Ja. Ik wil je always. Hij stilte. En dan kom je storm. Ja. Oké. Zo wat denk jij moet ik doen, ou slimme? Zijn pad boontoe het so pas begin en het lijkt alsof Danny nog baie het om vir homself te bewys. Maar hy volg nie net sy drome nie, hy jaag hulle.